Bechtel. Ik ben van 1946. Ik ben dan drummer geweest, accordeonist en de basis begonnen. Dus Kajik, Dikke en Henjik, Jelski en Ostrenga, daar waren wij in het begin. Dat was in 1900, vooraan in de 60. Ja, mijn naam is Mai Casimir. Ik ben geboren in 1947 in Wildvlek in Duitsland, na de oorlog. En we hebben altijd gewoond hier op de Balderskamp. Momenteel woon ik vanaf 1 mei 2008 in de Motstraat in Beringen. En ik ben accordeonist geweest bij Charlotkas, wat wil ook zeggen edelwijs. En basgitarist. In 1961 zijn we gestart. Het was vieren, Sjefke, Ikke en Richard Stojinski en Henjik Schelt. Hallo, goeiedag. Ik ben Gerard Di Pino. Dus ik ben in Balderskamp geboren, waar de Charlotkas veilig ontstaan zijn. Ik heb de groep toegevoegd in 1963, heel toevallig. Ik woonde hierachter met mijn ouders. Er was toevallig een dansavond hier in de Pools lokaal bij de Charlotkas. En ik en mijn vader gingen naartoe. En ik zong heel graag en mijn vader vroeg om een nummertje te zingen. En zo is het allemaal begonnen. Mijn geboortedatum is 12-2-49. Ik ben Ostrega Zdzisław, een Poolse moeilijke naam. Maar ik heb hier altijd in de omstreken gewoond. Ik ben geboren in Duitsland, in Gaan. En we zijn hier in 48 naartoe getrokken. En ik heb bij verschillende groepen, vooral folklorische groepen, meegedaan met dansen, zingen. En ook ben ik na Pino, Gerardi, ben ik bij de groep van Charlotka ingegaan. Geboortedatum, dat is 1996. Ik ben Iacino Franco, ik ben geboren in Italië, in Cosenza. Ik woon in de Merelstraat nummer 4 in Beringen. Ik ben met de Charlotkas gekomen in 64, ook daar 9 van de 4e 47. Ik ben Fausto Ciancio. Ik ben geboren in Kursel, 5-12-48. En vanaf mijn 13 jaar zo ben ik eens op bezoek gegaan bij de heren hier die zo wat aan het spelen waren in Balderskamp. En zo hebben we kennis gemaakt. Dus ik ben dan, ik zou zeggen, 1963, 1964. En ben ik eigenlijk bij de groep begonnen. En toen heb ik eigenlijk de groep vervoegd met Pino, met Mai, met Zdzisek, Nimo, Franco en ikzelf. Hoe kom je erbij van een groep? Ja, bij ons waren veel, heel veel jonge mensen, kinderen eigenlijk. En toen in de tijd is een Poolse leraar aangekomen, Abramski. En die heeft dat zo'n beetje opgericht. Die hield van muziek, van dansen. En dat is allemaal in de culturele sfeer. Sport en cultuur. Dat was een officiële titel. Dat was een officiële titel, ja. Dat telde voor alles. Ja, we hadden dan twee dingen. De Poolse gemeenschap, ja, die de muziek deed, en dan de Italiaanse gemeenschap, die hadden dan ook een muzikale folklore. Wij zijn eigenlijk de twee volkeren die muzikaal geweldig hoog aan een hangen. Dat klikt. Het heeft bij ons altijd heel goed geklikt. Ja, en weet je, het fijn ervan was, dat familiaal sfeer dus. Ik herinner me, dus ik was 13 jaar, ten eerste mocht ik samen alleen niet weg om te repeteren. Dat was er een Jan Tische, die kwam me dan halen met de motor. Maar dat was dikwijls dus heel laat. En ook als we gingen optreden, ik was in feite te jong. En dat was heel familiaal, dus dan kwamen we terug samen, s'nachts met het orkest. En dan mocht je bij Kajik blijven slapen, ofwel bij Jeff. S'morgen stond je erop, je ontbeet bij die mensen. Dat was echt gelijk broer en zuster. En dat was het fijn dan, in die tijd toch. En ik heb mij daarna, na het tweede jaar, heb ik dus de groep verlaten, omdat ik kreeg een aanbieding bij een andere groep. Ja,
het ging niet van verbeteren. Het was iets anders. Verstaat je dat? Maar want we waren echt gelijk broers. Allemaal tof. We hebben nooit woordenwisseling gehad. Het was echt heel familiaal. En Polen en Italianen, ja, dat klikt ook wel. Vier dat weet ik, kan niks zeggen. Maar ja. Iemand heeft nog het initiatief moeten nemen. Ja, maar nee, het initiatief hadden ze al genomen. Hè. Want ik zeg het, dat was niet alleen muziek. Die hadden een charotka, een dansgroep. En die gingen in Luik overal dansen en waar te dansen was, moesten we ook optreden. En dat was toch veel van. Je had een dag bezigheid, een hele avond. Je was bij de meisjes, bij de jongens onder elkaar. En met de bus. Met de bus weg, fijn, plezier maken in de bus. We kwamen terug van optreden. Dat was die Spaanse gitaar in de bus en we waren nog aan het zingen. Dus Richard, zijn broer, die heeft daar eigenlijk uit de grond gestampt. Die heeft daar, omdat die had een gitaar. Wij hadden alle twee een accordeon. Plus Henny Schelske ook dat een accordeon. We hebben hier op deze plaats. En onze ouders die accordeon gekocht, toen was hij nog geen lokaal of niks. Gewoon een pachette vloer. En dat was mijn feest. En de makelaar die daarin deed in de accordeons, die heeft toen die accordeon aan onze ouders verkocht. En ze konden twee, drie liedjes spelen en we waren vertrokken. En zo is het ontstaan eigenlijk. Hè? Ja, en die hebben ook nog gezorgd dat wij een Poolse leraar hadden om accordeonist te geven. Ah, ja. Iedere straat had een orkest waar ik woonde. Ja. Hadden we, ik was bij de Charotkas, daarachter had je de Lions, Leo Thijsman. Daar aan de grote steenweg, Charles de Jong, de muziekwinkel, had je de Black Cats. Dus, ja. Dan had je op Nieuw Cité, had je Mimi de Groen, wat groep was dat? Nationals. De Nationals met Gino. Ja, Gino, ja. Dat was abnormaal. Ja, en dan, dat waren heel schoon tijd. Negen jazzorkesten waren. Ik herinner mij, ze kwamen met mijn halen voor te repeteren, die befaamde Jan Tischek. Ja. Dus met de motto en mijn vader, waren dus een gezin van 5 kinderen. Mijn vader moest hard werken om rond te komen en voor mij zeker een gitaar te kopen. En die gaat naar Italië op vakantie, ik koop mijn eerste elektrische gitaar. En Jan Tischek komt mij halen, we gaan te repeteren. Met de motto. En die reed met de motto gewoon de barak binnen, waar we repeteerden. En mijn gitaar die slaagt haaks om. En ik was binnen, maar ik had 2 stukken. Hè. Jan was binnengereden en hij zat buiten. Ik had op die gitaar nog niet gespeeld. Hè. Ja, ik durf wel niet naar huis van. Hè. Ja. Maar ja, kom, dat zijn ja, dat heel fijne momenten. Zijn er zo nog aan de kopen? Ja, we hebben hier even in een bladje gestaan, de Jet, ja, Noord. En daar zeggen ze van de Charotkas dat er nogal veel spektakel te zien was op het podium. Dus we waren eigenlijk zo'n beetje, zeggen, rond de jaren 63, 64 wel heel explosief en er was heel veel beweging op het podium. Ik zelf ging al dikwijls op de pauk staan, dus het drumstel van, dat is zo'n grote drum. Dus daarop staan, daarvan afspringen en zo. En dat rollen. En ondertussen gebeurden er natuurlijk verschillende, nu en dan een ongelukskruis. Maar dus veel spektakeldrachten. Dat was zo'n beetje, ja, eigen aan ons. Ook heel veel diversiteit in muziek. Want we konden er wel, wat zeggen, de walsjes en de polka's brengen. Maar ook de jazz en, laten we zeggen, de zware rock ook. Hè. En de zachte liedjes, dan zowel de Italiaanse love songs en de Poolse kant ook. Dus we hadden heel, heel veel eigenlijk te brengen. Ook in instrumenten. Ja. Zowel wat ook verplichtingen gedaan dat iedereen eens liedjes moest zingen nadien. Dan zei oké, want we hebben dus een avond gehad dat we gingen zingen. Dat was in de radio, denk ik. En piano begint. Dus we de hele avond leeg. Ja. Leeg, ja, heel dicht, er kwam geen woord meer uit. De hele avond moeten dus ja, op solo en moeten improviseren. Op muziek en muziek. Gewoon muziek maken, zo, al improvist. En van dan hebben we gezegd, oké, iedereen gaat nu toch wel iets leren zeggen. Zo. Dat we iedereen een paar liedjes zo, dat we toch variatie inbrachten. Maar noemt ze het maar naam. Ja, ik heb dan Pretty Woman geleerd zingen van Roy Orbison en zo. En de Ora-serie Mastasola. Ora-serie Mastasola van Cilentano. Dat waren de succesnummers van Italië als het Sanremo was. Na een week kenden de mensen al de winnende nummers van Sanremo. Die werden dan naar hier beluisterd. En ja, we trachten die zo snel mogelijk te leren. Nummers van Bobby Solo, een lagere Masmutino. Cipiani, Solidi, Celentano, 24 mila baci. Kom 24 mila baci. Ja. Al de succesnummers in Italië. Maar die waren natuurlijk
Eigenlijk nu in deze tijd heb je ook een Zucchero, een Eros, een Laura Pausini. Die zijn alleen in Italië, dat is de hele wereld. En vroeger in die tijd had je ook van die zanger Bobby Solo, Claudio Villa. Dat waren de Europese zangers. Wel Italianen, maar die waren in heel Europa gekend. Super, super. Absoluut. Ja, en ik moest dingen zien aan de Beatles. Ja. Money. Jimmy Fontana, Il Mondo. Stasera notte non. Met die gitaar gekruist zo. Dat was zo. Wat mij boeit is het feit van, de naam is Sarotka, ja. En gaat, als ik het zo hoor, heel veel Italiaanse song. Ja, ja, maar dat was... Wat kost je dat niet? Nee, want we hebben zelfs in Hasselt, we hebben zelfs dan in de krant gestaan, dus we waren in wedstrijd. Ja. Met drie groepen waren en we kwamen eraan en die mensen zeiden de Sarotka, ze konden zo, iedereen zei, ze konden nog niet uitspreken, wat is dat voor iets, hè? En we begonnen met een nummertje van Celentano Pregherò, ja. En iedereen zei, allee, was daar, maar we gingen wel bij de eerste prijs lopen, hè. De week van Hasselt. Er waren er echt orkesten waren. Echt orkesten, ja. Gewoon met één nummer, hè. Pregherò, Berte, Stand By Me. Maar dan, origineel is dat van Celentano Pregherò. Nadien hebben we nog mogen spelen omdat we gewonnen waren. Ja. Hebben we nog een aantal liedjes mogen. En de Red Rockers waren de derde hebben gewonnen, geloof ik. En die waren met twee bussen daar, hè. En wij hadden alleen maar één chauffeur bij ons, hè. Dat was alles dat we daar in Hasselt. En nog half zaten. Van Hasselt, die waren tweede gewonnen. Die speelden allemaal liedjes van The Shadows. Dat was eigenlijk alleen maar gitaarmuziek, terwijl dat wij de orgel en variatie was liever accordeon ook erin, dat was variatie, meer variatie. Ja, en dat vond ik positief, weet je wat? Wat ik positief vond aan de juryleden, omdat het waren Belgen. Ja. Dus, en wij kwamen als Pools orkest met Italiaans nummers, wat dat bedachten, wow, die gaan hier niks halen. Maar dat nummer, dat wil zeggen dat het toch muzikaal aansloeg bij de juryleden. Want die juryleden waren ook oude muzikanten, muziekleraars. Dus dat wil toch iets zeggen als jij dus de eerste prijs haalt, hè? Ja, maar die nummer was ook af. Die was ook af. Die was af. Hij begon ook goed, maar was ook af. Ik heb nooit de plaat af. De Lions bijvoorbeeld in Beringen, hè? Ja, de plaat. En nee, we hebben alleen maar opnames gehad voor Radio Lille. Ja. Vroeger. Voor Radio? Radio Lille. Dat is in Frankrijk, een Franse post. Ja. Die op bepaalde momenten Poolse dingen, uitzendingen kreeg. Ja, van 6 tot 7 was een Poolse... Een Pools uurtje, ja, ofzo, uurtje, ja. En die mannen hebben hier opnames komen maken en we hebben voor die mannen enkele... Maar die zijn in Pools gezongen, hè? Waar waren de Poolse liedjes? Er waren Poolse liedjes, zullen we zeggen, hè? Bekende liedjes, maar waar die band gebleven is en zo. Dat is niet bewaard. Ja, weet je wat? Je moet dus, als een plaat opnemen is niet van te zeggen, ik neem een plaat op. Je moet gesteund worden, je moet gesponsord worden. Het is niet alleen de plaat opnemen, het is wat er achteraf komt. Hè. Je mocht een heel goed nummer hebben, maar er zit geen stuurkracht achter, door het een of het ander. Hè. Dan blijft het gewoon. Ja. Maar we waren content. We gingen spelen, we konden ons gitaren kopen, we mikken plezier. En, want voor het verdienen van het geld moesten we het ook niet doen. Want als je al de uren telde dat je weg was van huis, je was dikwijls 15 tot 18 uur weg van huis. Als er rotkast wordt, wat is het beste dat jullie gespeeld hebben? Gewoon een Brussel. Overal in Brussel. In Gessel, Essen. Ja, ja. Noem maar dat telkens voor een Nee. In de radio, een klein vorst. Toen zaten we allemaal de twee keer. Westmalle, Oostmalle. We hadden een heel goed programma, gevarieerd programma hadden we. We hadden Engels vooral. Engels was de taal dus van de nummers. Maar dan hadden we dan Italiaans, wat Franse nummers, wat Poolse nummers. Poolse hadden geen bekende nummers, maar die hadden we een paar heel schoon, mooie slows. Hè, dat als je die op een avond bracht, de mensen verstonden er niks. Maar gewoon de melodieën, dat was fantastisch. Hè. En hier in de buurt? Hier in de buurt. Ja, hier, vooral het Zwaantje, in Stella, Graciella, Wiesenpalast, bij Van Einde, dingen in de Heusde. Al die dingen, hè. Dat was een cirkel dat draaide. Ja. De ene week zaten de Lions door, de week erop de Sarotkas, de week erop de Drifters, de week erop de Blackheads. Ja. Ja. Maar hadden we al dan op een matchje? Zaza bijvoorbeeld? Zaza hadden we bij de Skywalkers. Die is achteraf gekomen. Achteraf is bij ons ook. Ja, maar die is niet lang geweest. Niet lang geweest, nee. Maar Jan Tijak, die heeft dat zo een beetje dat ook in het begin. Zo, je zorgt de optredens dat kon je ontbreken. Dat is ook vanzelf gekomen een beetje, hè. Ja, we kregen zo automaat te horen en dan de contracten voor volgend jaar vastleggen, ja, dan. En zo, het boekje was vol, hè. Iedere zaterdag, zondag of feestdag waren we aan het spelen.
De laatste drie, vier jaar heb ik niet anders gewerkt. In Rode was. Wij komen aan, allee. De promotor, zo gezegd, hè. En Fik zegt zo, de baas van de Rode, zegt ja, ja, ik wil wel een kans geven, maar als het niet goed is, is het gedaan, hè, jongens. Ja, dat is gedaan, hè. We beginnen te spelen, dus het eerste uur, hè. Was toch een begrapen zo te zeggen, oh, goed, hè, goed, hè. Nadien komt er een garçon en we hadden pas een nieuwe installatie gekocht, hè. Veel geld, hè. Er komt een garçon met het drinken en die zette op die installatie, door die geluiden, die decibels en die trillingen, patata, slag dan die te horen en alles in die installatie, hè. Paf, hier een wolk en daar stonden we. En je wat gedaan hebben? Alleen de mijnen. Ja, dan zullen we versterken. En toen hebben we daar op aangesloten. Pas, onmiddellijk gebeld naar Konings. Hè? Dat Konings werd dat geloof ik. Hè? Konings. En hij zei, ik zit zo rap mogelijk, als ik kan, kom ik af. Ja, dat heeft wel geduurd, hè, met in de installatie. Maar en ik stond dat te grapen en zei, nee, het zal niet zijn, hè, jongens, jullie zitten hier met de klikken en klakken. En toen gaven we een show weg. Hè. En direct, ik weet niet hoeveel contracten erbij. 13 hebben we er gekregen. Ja. Ja. Weet je wat, op zo'n laatste kwamen en dan zeggen ze de naam, wie komt er spelen met Charotkas? Wie is dat? Wat is dat? Dat zegt niks, hè. Dat zegt niks. Maar dan, als je dan een uur of zo bezig zit, hè. Ja. Chapeau, mannen. Echt, hè. Ja. Nadien is er ook discussie geweest, hè, met de Fik, hè. Wij hadden die contracten, die 13, en wij mochten dus niet spelen in Dennenhof. Maar ja, we hadden ook contracten. We dat heel. Als we in Dennenhof speelden, dan was dat volk dat in. Dennenhof was in Eindhoven. Dus dat is een kilometer of 6, 7. Ja. En dat was al dat volk van daar. Dat zat dan buiten, zelfs, want dat zaalje was te klein, maar buiten, als het goed weer was, waren die buiten aan het dansen. In de Bosdal, die heel grote plein. En ja, de Fik zegt, ja, maar je mocht dan niet meer spelen of krijgt hij geen contracten niet meer. Hè? Maar die 13 hebben we moeten uitspelen. Hè? En dan zo wat de laatste contracten, zo, weet je nog, dan stop ik contract s'avonds weer te krijgen. Hè? Ja. En dat was hem weg, hè? Dat was niks. Hè? Dus we hebben alleen maar biesgerotjes kunnen eten van achter een toog. Dat was niks aan. Ja, ja, ja. We zijn maar in één dansing eigenlijk buiten gejast. Jongen. In het Antwerpse, weet je dat nog? Er was zo'n geflipte eigenaar zo van die dansers die langs de grote baan stonden. Zo. Mijn dansen? We moesten daar valsje spelen. En durfden we een slouw spelen, ja, dan kwam die reclameren, weet je wel. En op een keer zette hij zijn jukebox op, allemaal valsjes. En wij hadden om 10 uur had wij gedaan. Zeg, was dat niet met Kitty Prins daar in Hamond? In dingen, in Essen? Kitty Prins, dat was in een tent, hè. Ja, maar ja, maar dat was omdat het onweer was. Dat kwam geen volk en dat was op de kermis, hè, zo'n spiegeltuin. En dan hebben ze gezegd, joh, maar mannetjes, stop maar, want ja, voor 10 man kunnen ik hier de zaak niet ophouden. En als we in Westmalle speelden, hè, op de eerste verdiep, weet je nog? Ah ja, hè? Dat was de ledkist. Ja, ja, periode van, dat was razend. Mochten we niet meer spelen, dat liedje, omdat het plafond op doorzakte. Ja. Die mensen die in het café onder zaten, die restaurant dat, van paniek. Ja. Die stonden allemaal buiten. Ja, stonden allemaal zo op en af te gaan. De lusters waren aan het trillen en de volgt op buiten kwam. Stop mannen, stop, want... Zeg maar, toen wij zes jong gasten, hoe zat dat bij die lieve? Die lieve? En hoe zat dat met die vrouwelijke fans? Oei, dat was een veel, hè. Top, hè. Ja, dat was top op de beeld, hè. Dat was je moet eerlijk zijn, dat deden we toch veilig voor, hè. Ja. Natuurlijk is het jong, je zit 15, 16 jaar. Je gaat er spelen, natuurlijk. Ja, er komen mensen die je kent en zo. Dat is altijd fijn, hè. Maar dat was ook niet dat je die bedoeling had van seks, ik wil gewoon niet spelen en dat hoort erbij. Nee, dat is gewoon weg. Je speelde graag muziek. En dat was, je was blij als die weekend daar was, dat je kon zeggen van als je ze biedt vertrek was zijn, dat stond op het podium. Maar is er niemand van jou die zijn vrouw via die manier leren kennen? Ik heb mijn vrouw leren kennen eigenlijk omdat die in die zang- en dansgroep was. En hier speelden ze dat met een band opnemen. Als je aan het dansen zit en elke keer bij een fout die gebeurt, moeten ze de band opnemen stopzetten. Dan moeten ze die terugdraaien en dan is de ver en dan is de kort bij. Toen vroegen ze die leraar die les gaf, die Abramski, die vroeg of ik niet wilde de dansgroep begeleiden.
En ik was zo'n beetje verzot op mijn... Nu mijn vrouw. Zij niet, hè? Nee, hoe vind je dat? Ah. En ja, en nu ik ging er weer koor bij. Ik heb me te vechten, maar ik heb me te bereid. Dus, ja, ja, ja. En zo is dat gegaan. Je ziet dat, dat weten we allemaal nog ondertussen. Oh ja, natuurlijk. Ja. Maar we hadden ook vriendinnen, dus ja, die kwamen mee. Ook bij de zang- en dansgroep. Ja, die kwamen mee helpen opstellen en afbreken. Ja. Hè. Toen ik bij de Skyrocker was, die verliesde geen optreden. Die kwam altijd en die hielp afbreken. En dat was, ja, echt vriendinnen, maar ook zo niet... Geen liefkers, zo gewoon vriendinnen. Je had er verschillende, hè. Gelijk nu, als er een... Mijn zoon is nu op betrokken geweest, hè. Dat is een DJ, jawel. Het is een hele klik, er waren twee bussen daar van zijn fans. Dat zijn vrienden, die gaan gewoon luisteren dus naar die DJ of naar die zanger. Hè. Nooit geen discussies geweest? Ja, misschien wel, maar eigenlijk wij nog spreken niet. Over een nummer bijvoorbeeld, of gaan we zo spelen. Op podium waren van tijd fouten gemaakt. En dan waren we kwaad op die band bijvoorbeeld. Hij had zijn gitaar niet opstaan. Hij heeft die afgezet. En, Kazik bijvoorbeeld, hij speelde in Graciela met zijn gitaar naar boven, ja, en daar hingen twee lampen, hè, en die sloeg die lampen kapot en op zijn gezicht. Dat viel zo'n scherp. En dat een en al plan. We blijven spelen, hè. Je hebt iets met lampen, hè, in een bus ook, hè. Ja. Terugkwam van Luik. Ja, dat was in het ook, ja. In Eindhoven ook, hè. In Den Hoog ook, hè. Toen hebben ze lang weggedaan, hè. Zeg, maar geef het niet toe, hè. De ene die rijdt zijn gitaar kapot, ja. De andere die smost met bier op de versterker, de versterker valt dan. En hij dit, zijn er nog dingen die je meegemaakt hebt? Wow. Ja, dat is een veilig de... In de dansstenten. Ja, mijn drums en al, en op een keer van zijn verdwenen wat. Zie je, we waren aan spelen, op een keer was ik verdwenen. Ja, door de zak. Ja. Ze zagen mij niet meer, ja, maar. Dat ze bovenuit zo. Ik zeg, maar ik huur geen drum niet meer, je hoorde de bas, want... De bas en de drum, dat is de cadans van het nummer. Als je dat niet hebt, het ritme van het nummer. Dus dat moet je op baseren. Hè. Die geven het ritme aan. Hè. Ja, nog een keer gehuurde. De bas maar gehuurde. Ik zeg maar goed. Dat was ik. Je zat onder het podium. Dat is wat er boven. En ja, nog dat hoort. Je hebt allemaal stoelen op de rij. Dat de burgemeester met, ik denk, schepen van sport en cultuur. En ja, met de vrouwen. Van alle mooie op een rijtje, de hele zaal vol. En wij dus optreden en we waren weer al gek aan het doen. Hij springt eigenlijk weer op de van de pauk af. Ah, ja. Mijn broekje scheurt. Het is heel belang. Ja. We hebben dat liedje verder uitgespeeld, maar gelukkig zijn we wat verder gegaan. Hij woonde daar niet ver vanaf. Hij had een ander broekje aan het rijden. Dat is niet iets van mijn... Dat was net die nieuwe... Ik ben bij de Black Pearls geweest. Nieuwe en die drummer ook, Makander, Koeienere, Pesten. We gingen dan samen, we waren met zes muzikanten. Drie gingen we rap naar de toilet. Hè, en dan en drie bleven spelen, dan kwamen we drie terug. Hè. En die had me al zo de hele avond zo expres zo wat gekoeien. En we gaan naar het toilet en hij stond naast mij en wat deed ik? Tegen zijn broek, hè, en door de zaal en langs de dansvloer, hè, met een bepiste broek. Hè. En iedereen lachen en wist niet voor waar. Ja, zo van die toeren. Hè. Maar dat werd werkelijk gedaan, hè. Echt voor te laten zien zijn balassen. Hè. Ja. Hey, maar wie bepaalde welke liedjes? Was er een leider van de band? Gewoonlijk de zanger. Ja. Als op zangliedjes, op aardkien, hè, maar als solo liedjes, dat was Fausto. Die zong, ik kwam repeteren een nummer, ik hoorde iets, ik kwam ermee op een repetitie, maar voilà, je liet dat horen. Ja. Luister jongens, daar en daar is dat goed. Je gaf een cassetje af met een nummer tegen als woensdag repetitie was alleen gestudeerd, want als je daar echt van 0 tot Z moet gaan, dan verlies je te veel tijd. Maar dus ze kregen het allemaal zondag of zaterdag als we gingen spelen, kregen ze een cassetje mee. En tegen woensdag hadden ze hun partituur al, de bas, de ritme. De drum, niet perfect, maar dat hadden ze toch een inleiding. En wat was jullie repetitie? Paul de Schampen, Poolse barak. Maar als Pino begon, dan gitaar... In de Sarotka wel? Nee. Toen was dat nog de barak, hè? De houten barak. Daar zijn we geboren, hè? Daar zijn we eigenlijk zo gezegd beginnen dan als Zizek en Mimo bij ons kwamen, toen jij weg was. Was dat misschien met toen hebben we moeten dringend... repertoire maken, want we stonden op nul. Ja, Pino was met zijn liedjes weg. We hadden geen repertoire meer, gelijk het moest zijn. En toen hebben we moeten dag in, dag uit hebben we gerepeteerd.
Twee maanden geloof ik? Oh, nee, maar nee, dat was twee maanden. Dat was bij, dat in de garage van meneer Tjobbik. Van meneer Tjobbik. Die liet dat toen, die zegt, jullie mogen de garage gebruiken wanneer jullie wilt. Dus elke dag, hè, was ringen. En toen moesten we van het begin terug in Rode gaan spelen. En dat was ook fantastisch. Ja, we kwamen daar in Eindhoven ook spelen, ja. De eerste keer. En ik had zo een blad en daar had ik mijn tekst op staan. Maar nu was het plotseling een slow. En die lichten gingen uit. Ja, toen moest ik het improviseren. Hè. Het geluid vond op. Kwam niemand hier reclameren in de geburen van geluidsoverlast. Nu, als de kinderen wat te hard spelen en te reclameren, maar wij speelden en de mensen waren zelfs buiten op de straat. Aan dansen. Dan speelden we dikwijls een liedje 15 achtereen voor het te goed te hebben, maar niemand reclameerde. Dat was een dag geweest dat we hier aan het repeteren waren. En plotseling, de zaal van achterkant was boomvol. Die hebben de deuren opengemaakt hier. En die Grieken en die Polen die begonnen hier te dansen. Die tafels zaten allemaal vol. Dat was een bestek. Ja, ja. Maar weet je nog, als in het begin nog, als die lokaal dingen, en we waren gaan spelen met die Turken, dat die dingen, was hier Fermanbraas ingebroken. Ah. De dolfijns. Hier stond die dubbeldeur. Uw pa stond aan de ingang. Ja. Uw pa. En nog iemand anders. En er was volk. En die Turken, die wou binnenkomen. Maar daar lagen kijkers buiten. En zijn pa wou de deur open doen. Maar door die kijkers kreeg hem die deur niet open. En die mensen dachten, we mogen niet binnen. En ja. Van het moment dat die deur open gaat, hè, dat was een bloedbad. Hè. Ja. Want mijn vader was hier. Die was ook die nam ik van het podium af. Ja, ik was 12, 13 jaar. Ja, die nam ik van hem. En die groeide me door dat klein venstertje van de wc en ik lag op een spoorweg. Hè. Ja, want ze sloegen me met die ijzerstoelen en alles. Hè. Dat was een echte bloedbad. Hè. En dat is de reden geweest. Ja, maar die kregen die deur niet open, zijn pa. Maar die mensen dochten, die konden geen Nederlands, die waren passief. Die dochten, we mogen niet binnen. En mee dat hij die deur open doet, hè. Dat was een vuilste. Ja, maar dat is goed mogelijk. Dat is een slechte herinnering. Van al de positieve is dit toch een echt. Over die herinneringen, ieder individueel is zeggen, hè, een heel rap achter elkaar. Wat is, als ik zeg Tsarotka, wat denk je dan met over? Heimwee. Aan de schoenen tijd. Ego, vriendschap en kameraden en schoene tijd. En een leuk leven. Ja. Een mooie tijd. Fantastische tijd. En welk optreden is u het meest bijgebleven? Ja, eigenlijk in de Stella. Dat wij de Zaltzat hebben gespeeld. Dat vond ik, want de Stella in het begin was dat heel zwak. En we hebben het eigenlijk terug opgebouwd. Dus dat ik een alvol zat. Dat het zweet van de muren afdrijft. Ja, maar dat was door die stoven, want jij stookte maar dat de mensen zo wat drinken. Ja, en voor u? Ik vond alle optredens die we gedaan hebben eigenlijk super, want we gingen ervoor. Hè. Dat was niet van, we hebben gestart maar en getjoenkeld, maar op. Nee, we leefden er naartoe en dat was zaterdag en zondag. Ja, dus, en ik vond Den Hof eigenlijk de plek to be. Ja. De beste leven. Ja, en Rodeo ook. In Brouwershuis. Overal eigenlijk. Ik zeg het alles. Ja. Ja. Het Brouwershuis was waar? Dat is tegen Antwerpen zeker. Westmal. En wij kwamen van tijd dus te laat. Omdat wij, ja... We moesten optreden met een baas. Opgehouden werden door de regen of zoiets. En die mensen die waren zo enthousiast dat ze al onze instrumenten hielpen naar het podium dragen. En op het podium als we aan het spelen waren, dan riepen wij bijvoorbeeld Kersol 4 punten, of 5 punten. Hè. En jongens die met ons meegegaan zijn van hieruit, die zaten van voor op het podium en die waren gratis aan het drinken. En dan komt een andere Kersol, want die hadden daar met Kander niet afgesproken hè, hoe wij gaan doen hè, of met bommetjes of zo.
En die zegt, ja, maar hebben ze alle bier gebracht? Ik zeg, nee, nog niet. Nee, ik vond het mooiste moment vond ik in Hasselt. Omdat als Pools Orkest en je wint wel de eerste prijs, dus vooral omdat je een naam die niet bekend is. Die andere groepen waren allemaal redelijk gekende groepen die met impresario werkten. En jij komt als Jamaicus van hier, een achterbuur van de Mijnstreek, en je wint ook de eerste prijs met een heel mooi nummer. En dat vond ik wel, dat denk ik nu nog altijd aan. Drie ja, Dennehof vond ik het best plek gezegd. Meestal kwamen al die vrienden van die Poolse vrienden, met Lunga en Zimbieke, die kwamen allemaal ons aanmoedigen. Steunen aanmoedigen. En dat was het schoonste moment. Ja, de Graciella is eigenlijk mij zo'n beetje inhalen. Kruispunt van de kerk. En dan ook die wedstrijd in Hasselt. Ik ben daar ook op school gelopen. Dat was wel, ik kende dat dan op school nog veel. Als we daar kwamen, op de speelplaats, dan was het ook van t-shirt en dat. Maar ik wil er dus wel bijgebleven dat het eigenlijk een wedstrijd was. Hè. Dus een concertwedstrijd van de kisten. Dus met de Graciella is mij enorm, ja, vond ik wel heel veel bij de andere ook. Nu hadden we ook het voordeel dat we met die jongere groep, die dansgroep, dat we moeten opnemen een vijftigtal, als we meisjes en jongens zijn erin van dezelfde leeftijd. Als wij ergens naartoe gingen, die waren er al bij. Dus we gingen niet met alleen met ons groepje. Dat was wel, telkens wat te zeggen, 50 man sterk. En die mensen die konden plezier maken. Hè. Wie waren alle grote concurrenten? Ja, de Lions, Nationals, Blackjacks. Ja, maar dat waren geen concurrenten. Dat waren geen concurrenten. Dat waren in de goede bedoeling eigenlijk. Hè? In de goede bedoeling. Stimuleerde. Ja, dat was een heel andere plek. Lions hadden meer dan 80% van de nummers waren van Elvis. Omdat Neil Thijsman, dat was een Elvis-man. Dus, en pas op, ze brachten dat heel goed. Hè. Ja, chapeau. Hè. Je mag nooit iemand afkeuren omdat iedereen doet zijn best. Ja. Dat de ene meer kwaliteit heeft dan de andere, dat kan hem niks aan doen. Maar ieder had zijn genre. De Black Cats van Charles de Jong, dat waren meer rock. Rock en ja, we hadden een aparte stijl. Italiaans, Pools, love songs, Frans ook. Maar wie, alles. Alles in, ja. Dat is eigenlijk wel. Zit het er nog goed in dat je een mooie schap optreedt? Ik heb door, dat is moeilijk te doen, maar dan moet je even nog stokken terugkomen, want je hebt nog geen stokken in meer. Ik ben nog altijd actief, dus het is een beetje moeilijk, ik doe dat nog altijd graag. Ik zou wel verdiensten, dat is toch niks, man. Ja, maar ik heb te repeteren en zo. Nee, dat repeteren niet. Ik denk dat je brengt. Ik denk niet dat ik het niveau van vroeger aan kan doen. Ja, maar dat is niet de bedoeling. Je moet het niveau van vroeger aan kunnen. Het is maar voor eens. Vroeger pakte ik 3 tot 5 uur per dag spelen en nu... Een half uur per maand of 10 minuten. Dus dan kun je, en ik denk als je op het podium komt, dan moet je toch foutloos spelen. Maar je kunt een jury doen, hè? Gewoon 20 nummers leren van vroeger die we speelden. Ja. Dat is geen probleem, hè? Als je maar 20 minuten of een half uur speelt en je maakt reclame, een maand of 2 op voor, dat de mensen eens kunnen kijken, hey, goh, dat was nog gelijk de tijd van vroeger. Voilà, hier moet dat niet zijn, hè? Je moet je een hele avond brengen. Nee, maar dat is wel te doen, hè? Je brengt ons op ideeën, want Steven is dit jaar café leven. Voor mij is ik ben nog altijd actief, dus ik ga nog altijd en ik denk voor de rest dat dat ook geen probleem moet zijn. Fausto speelt ook nog gitaar, hij kan ook nog gitaar spelen. Zijn vingers zijn wel artrose en zo, maar kom, dat gaat nog. Een beetje insmeren. Ofwel 26 oktober van dit jaar, 2014, is 25 jaar geleden ingesloten. Er gebeurt ook het een en ander om de Westlandse gemeente. No, my capito, non sapevo che. E tu mi amavi mai, come me non trovavi mai il coraggio di dirlo. Ma poi quella lacrima sorriso è un miracolo d'amore che si avere in quest'istante per me e non amo che te.
Dono mai capito, non sapevo che tu non amavi mai, come me non trovavi mai il coraggio di dirlo, ma poi quella lacrima sul viso. Oh,
Ja. Pigri e lasciano in bocca il gusto del sale, ti butti nell'acqua e mi lasci guardarti e rimango da solo nella sabbia nel sole, poi torni vicino e ti lasci cadere così nella sabbia e nelle mie braccia, e mentre ti bacio sapore di sale, sapore di mare, sapore di te. Vabbè, track sack. Ja, dames en heren, en dat was het laatste nummer van de live optreden van de Charlotte Kas. Can't help falling in love.